Een bijzonder vervelende gebeurtenis voor Catherine Keil, de presentatrice is het slachtoffer geworden van een man die haar op een zeer ongepaste, seksuele wijze heeft bejegend. Het gaat om een man met wie ze vorige week een zakelijke meeting had en er waren nog een aantal andere mensen zijn, maar de naam van de dader is vooralsnog niet bekend. De man heeft zich van het begin tot het eind ongepast gedragen, zegt Catherine in een column op de Telegraaf-site over grensoverschrijdend gedrag. Vorige week moest ik met een groepje mannen samenwerken. Er stonden stoelen voor ons klaar. En toen? Een man was al gaan zitten, maar ik wist niet of er misschien aangewezen plaatsen waren, dus ik vroeg, wie zit waar? Waarop de al zittende man zei, jij zit op mijn schoot en dan ga je vanzelf omhoog. Catherine daarop, hey, sorry hoor, dit kun je echt niet meer zeggen in deze tijd. De man, ja hoor, ik wel. Catherine is er verder niet op doorgegaan. Ik deed het voor mezelf af als een hopeloos geval, het leek me beter zo ver mogelijk uit zijn buurt te blijven. Gek dat ik zo overdonderd ben door dat soort ordinaire opmerkingen. Is het hierbij gebleven? Nee, zegt Catherine. Er gebeurde nog iets toen ze wegging. Ik kan natuurlijk niet bij het afscheid nemen die man overslaan. Ik geef iedereen een hand, hem ook. Hij kust mijn hand en zegt, als ik naar jou kijk, kom ik klaar. De gebeurtenissen hebben veel impact op Catherine. Het zit me nu al een paar dagen dwars, dus ik praat er met vrienden over. Het is niet bekend of ze een klacht heeft ingediend tegen de dader of hem heeft aangegeven bij de politie. PFFF, ik krijg het er zo benauwd van, wat onaangenaam is dit.